programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Uit ruim 80 ideeën kwamen 9 winnaars. 9 dorpen die strijden om de hoofdprijs van 25.000 euro. Supercool. De provincie zoekt het beste plan voor een sportiever en leefbaarder dorp. Dit is de Dorpen Derby 2014. Ja, de Brabantse Dorpen Derby. We zijn al maanden in Boekel bezig met de boevenkar. We hebben al diverse bijdragen eigenlijk gezien, maar vandaag is het uur U. We staan op het punt om te vertrekken naar Oosterwijk. Want eigenlijk mogen we zeggen, Walter Groenendaal, er ligt nog een hele uitdaging voor ons. Ja, want vandaag vindt de grote finale plaats in Oosterwijk. Waar de 9 finalisten van Brabant bij elkaar gaan komen. En een van de finalisten is dus Boekel. Met de sportboevenkar. En we gaan proberen vandaag met tijdens de live-uitzending de eerste prijs in de wacht te slepen. Het mooie is, er is ontzettend veel gebeurd. Het zijn voor jullie zware maanden geweest? Ja, er is ontzettend veel werk verzet door heel veel vrijwilligers in Boekel en Venhorst. En er zijn opnames die gemaakt zijn door Omroep Brabant, waar heel veel mensen voor een touw geweest zijn. De kar is natuurlijk gemaakt. Die is bij het bedrijf van Hans van Goor is die in elkaar gezet. Is geweldig geworden. En zo zijn, ik vergeet mensen, maar er zijn heel veel mensen die hier een steentje aan bijgedragen hebben. Kijkend naar het resultaat, we hebben heel lang als op één gestaan eigenlijk in feite in de peiling van die boevenkar. Ja, vandaag moet het dan echt gaan gebeuren. Ja, tot voor 2 weken of anderhalve week stonden we inderdaad op 1 bij de internetverkiezing. Maar toen is de publicatie stopgezet. Dus voor iedereen is het nu gissen van sta je nog 1, sta je 2. Bovendien telt die stemming voor 40% mee. En de andere 60% zijn voor de vakjury. En dat betekent dat er nog heel veel puzzelen wordt. Ja. We gaan nu naar Oosterwijk. Wat kunnen we vanavond verwachten? Ik heb geen idee. Ze hebben beloofd dat het een geweldige uitzending wordt. Een geweldig programma. We beginnen dadelijk met een heerlijke barbecue. Elk dorp komt met een grote bus vol mensen. Komt hier naar het plein in Oosterwijk. En dan gaat een geweldig feest worden. Over wat nemen we eigenlijk allemaal mee vanuit Boekel? Van alles nemen we mee. We hebben dus gewoon mensen aangeschreven. Nou, meld u aan als u mee wilt. We hebben mensen benaderd om mee te gaan. Er gaat de M4, de kapel gaat mee voor de muzikale noot. Het is een Boekels aangelegenheid. Nou, wij van de blog zijn er natuurlijk helemaal bij. Van het begin tot het einde. En wij gaan kijken of we die 25.000 euro, tenminste dat hun organisatie, die in de boekzak kunnen steken. Dat zou hartstikke mooi zijn. Op naar Oosterwijk. Kom! Zo stappen we de bus in Boekel en nu zijn we in Oosterwijk. Prachtig plein. M4 is de sfeer al aan het opvrolijken. We zijn een beetje aan het oefenen met Omroep Brabant. Maar het belooft een mooi spektakel te worden. Kijk eens om ons heen. Kortweg, er is veel te zien vanavond. Gaat Boekel voor die eerste prijs? Wij vatten het pultje er al op, hoor. Ja. Nobody here knocking at my door. The shadow side is I can take anymore. Nobody ringing my telephone now. Oh, how I miss such a beautiful sound. And I don't really know if I survive. I gotta.
hoorde ik dus ook, hè? Ja, hè? I want to tell you a story about a woman I know. And when it comes to loving, she steals the show. I seen the second pretty. I seen the second smile. Wilbertoort was 2 jaar geleden een winnaar in de Brabantse dorpenderby. Inmiddels zijn we 2 jaar verder en zitten we in Oosterwijk. En weer gaan we kijken wie dat er winnaar wordt. De boevenkar in Boekel is een van de 9, eigenlijk gemeentes, die kans maakt op die prijs. Want mevrouw Van Haaf, de gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, dit is wel eens een mooie uitdaging eigenlijk. Ja, de 9 finalisten zijn notabene overgebleven uit meer dan 80 inzendingen. Dus het feit dat je finalist bent is al super. En het zijn zulke goede ideeën en zulke fijne mensen die hier bezig zijn. Ik ben helemaal, we zijn nog niet eens begonnen. En wat mij betreft is het al helemaal feest. Hoe heeft u de afgelopen maanden beleefd als gedeputeerde? Want u heeft het een en ander natuurlijk ook meegekregen over de activiteiten van die Brabantse dorpenderby. Hoe heeft u dat ervaren? Ik vind het heel mooi om te zien hoe iedereen zich als vrijwilliger naast zijn gewone werk enorm inzet voor het plan in zijn eigen dorp. Je moet ineens op televisie, je moet ineens aan allerlei dingen denken, je moet Twittercampagnes opzetten en je moet ook je project gewoon uitvoeren. Dat is zoveel. Mensen hebben zich er vaak op verkeken hoeveel werk het is en toch gaan ze door en ze krijgen heel veel aanhang. Dat is echt heel mooi om mee te maken. Wat betekent dit nou eigenlijk voor Brabant, die Brabantse dorpenderby? De dorpenderby is een wedstrijd en dat klinkt als een speels iets. En dat is het ook. Het is echt niet bedoeld om elkaar te bestrijden, maar vooral om elkaar te inspireren. En dat gebeurt ook echt. Mensen die op televisie hebben meegekeken, al die afleveringen en ook vanavond de finale, die worden geïnspireerd door al de energie van de mensen die meedoen. En dat betekent altijd dat er effect is en dat mensen daar ook in hun eigen dorp wat mee gaan doen. En dat is wat we willen. Heel Brabant in beweging voor leefbaarheid. Maar ja, leefbaarheid, het is een mooi woord. Maar is het te realiseren? Want kan elk dorp de leefbaarheid eigenlijk wel waarmaken? Leefbaarheid is voor iedereen zelf om in te vullen. Er is geen vaste definitie van. Maar ik denk, zolang mensen naar elkaar omzien en samen met elkaar zulk soort projecten doen, hoe klein ook, dan is je dorp leefbaar, want dan heb je elkaar gevonden. Kijken naar de 9 deelnemers. Hoe zit het nou met, straks blijven de 3 finalisten over, dan gaan we met z'n allen stemmen per sms. Ja. Maar de winnaar, moet hij dat volgend jaar organiseren? Hoe zit het eigenlijk? Nee, de winnaar krijgt een prijs. En dat is prijzengeld. Dat moet hij in zijn dorp besteden aan leefbaarheid. En wat wij nu hebben gedaan, is de winnaar van vorige keer vragen in de jury. Maar dat is geen vaste prik. En je hoeft het niet als winnaar te organiseren. Want dat is nou ook weer een vak apart, zal ik maar zeggen. Dat doet de provincie gewoon samen met Omroep Brabant. Als er een volgende keer komt, dan doen wij dat weer. Mag ik u dan uitnodigen bij ons in Boekel, waar we een prachtig plein hebben, om eens een keer dit te organiseren? Ik zeg daar helemaal niks over. Dat begrijpt u zeker wel. Ik wens u heel veel plezier. Laten we hopen dat de beste vanavond mag winnen. Want we laten eigenlijk hier weer zien dat Brabant eigenlijk toch wel iets moois aan het presteren is. Dat laten deze 9 winnaars nu al zien. Geweldig. Mevrouw Van Haafden, heel veel succes. Bedankt. Ja, die Brabantse dorpenderby. Het is eigenlijk voor Boekel al een mooi initiatief. En zeker een wethouder die dan trots is. Want meneer Willems, ik denk dat dit eigenlijk wel zo mooi is voor Boekel. Hè? Om hier te staan in Oosterwijk. Ja, dit is schitterend. Het is echt genieten om hierbij te mogen zijn. We zijn zojuist al met de bus hier gekomen. We zijn geweldig ontvangen hier in Oosterwijk. We hebben lekker gegeten en lekker gedronken.
Maar het mooiste is wel dat we met z'n allen in die bus bij elkaar hebben gezeten en dat al die mensen zich in hebben gezet voor dit project. Wat betekent dit nou eigenlijk voor de gemeente Boekel-Vennoord? Nou, het betekent sowieso al dat heel veel mensen samen een initiatief vorm gaan geven op sportief gebied, zeg maar. Wat we dadelijk hebben in Boekel is een schitterend element, een kar waarmee buurtverenigingen, families binnen het dorp of andere organisaties gebruik van kunnen maken om sportief bezig te zijn. En we weten in deze tijd dat bewegen steeds belangrijker wordt, dus dat initiatief vind ik geweldig. En ook, ik moet echt die mensen die dat georganiseerd hebben en die dat op hebben gezet, echt een compliment geven. En alle mensen die daar zich bij aan hebben gesloten en zich daarbij inzetten, ik vind het echt fantastisch. En het is ook geweldig om te zien dat M4 dan weer de medewerking geeft om dat muzikaal luister bij te zetten. Die zet Oosterwijk hier weer op zijn kop met hun muziek. Dus Boekel heeft zich al goed laten gelden hier. Heeft u wel contact gehad met mevrouw Van Haaf, de gedeputeerde? Want dit festiviteit wat we eigenlijk hier in Oosterwijk organiseren, zouden we prachtig op het Achterplein kunnen maken, toch? Ja, we kunnen ons wel eens beschikbaar stellen als gemeente Boekel om misschien voor een volgende dorpenderby in zicht te komen. Ik heb precies vanavond nog niet gezien, maar ze is volgens mij hier wel aanwezig vanavond. Dus mochten ze nog eens spreken, dan kan ik ze daar nog een keer op aanspreken. Even voor de kansen. Hebben we enige kans, denkt u, meneer Willems? Ja, we hebben zeker kans. We hebben bovenaan gestaan. De laatste week is het van het internet gehaald wat betreft de stand. Dus we moeten opletten dat we niet in slaap vallen, maar dat we natuurlijk hebben blijven stemmen die laatste week. En als we dat hebben gedaan, dan denk ik zeker dat we bij die eerste drie kunnen eindigen. Onze ambassadeur was Jurie van Gelder de afgelopen maanden. Hij heeft tijdens de optocht in Boekel meegedaan. Hij is op diverse andere plekken in Boekel geweest. En tussendoor moest hij af en toe ook nog eventjes toch nog wat dingen doen. Onder andere een WK aan de ringen in het verre Azerbeidzjan. Jurie van Gelder, hoe heb jij het eigenlijk beleefd de afgelopen weken? Ja, goed. Ik ben hartstikke blij. En ik denk dat ik heel goed terecht ben gekomen bij Boekel. En het was gewoon heel mooi om mee te maken, om van dichtbij te zien hoe jullie lekker samen aan het werken waren. En ik moet zeggen dat ik ervan heb genoten. Ik heb een carnavalsoptocht meegemaakt. Ik heb Boekel van binnen gezien. Ja, ik vond het gewoon mooi om mee te maken. En ja, hartstikke leuk. En vandaag komt het erop aan, de finale van de Dorpenderby. Ja, ik hoop dat we echt hoog kunnen, dat we hoog gaan eindigen. Maar ik moet zeggen dat ik echt in de watten ben gelegd op Boekel. En ik ben betrokken geweest. En dat vond ik gewoon heel mooi om te zien hoe we dat met z'n allemaal voor elkaar weten te spelen. Dus desondanks, weet je wel, ik denk dat ik gewoon over het algemeen, heb ik het niet beter kunnen treffen met Boekel, denk ik. En ik heb er echt van genoten. Wat wist je eigenlijk over Boekel voordat je aan dit project begon? Ja, niet veel. Ja, dat Leontien van Morsel natuurlijk uit Boekel komt. Verder kom ik zelf uit Waalwijk, is ook een dorp. Ik wist dat Boekel een klein dorp was met 10.000 inwoners of zo, dacht ik. Maar in ieder geval, het is mooi en ik heb er nogmaals van genoten. Ik ben wel wat wijzer geworden met Boekel. Ja. Heb jij nou je tijd anders in moeten delen? Want je was aan het trainen voor het WK, voor het EK. Maar heb jij alles een beetje kunnen combineren? Ik heb het goed kunnen combineren. Ik heb het wel moeten plannen. Ik bedoel, ik heb ook onder andere een keer een demonstratie gegeven in Boekel. En dus dan moest ik qua training natuurlijk ook gewoon wat op afstemmen. Dus ik heb, mijn allerbeste beentje voorgezet en een programma net zo kunnen draaien dat ik alle tijd over had om zo goed mogelijk in te zetten voor Boekel. Nou, vanavond is de grote finale. Heb jij nog mensen kunnen beïnvloeden voor Boekel om het een beetje positiever te maken? Want die boevenkar, ja, sport en jeugd en senioren, gezondheid, dit moet jou ontzettend aanspreken.
Ja, dat is ook zo. En daarom vind ik het ook zo mooi om hierbij betrokken te zijn. En ja, het is gewoon super om te zien dat we dit zo in Brabant gewoon zo mooi geregeld hebben. En ja, over het algemeen vind ik dat gewoon echt gewoon super. Want natuurlijk, iedereen die moet gewoon zoveel mogelijk sporten. Of ja, zoveel mogelijk mensen moeten gewoon sporten. Jong, oud, het moet voor iedereen toegankelijk zijn. En ik denk dat we dit met het project van Boekel ook ja, mooi laten zien. Ik bedoel, de sportboevenkar, sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, waar dan ook. Even voor de statistieken. Stel dat Boekel vanavond geen eerste wordt, zien we Jury van Gelder toch nog vaker in Boekel terug? Ah, ik zal zeker nog wel een keer langskomen, zeker weten. Dankjewel en voor al die maanden, maar we worden gewoon eerste, toch? Ja, dat lijkt me wel. Ik bedoel, we stonden tot nog als eerste in de peiling. Dus ja, goed, iedereen die moet gewoon blijven stemmen. We gaan op naar de Grand Finale hier in Oosterwijk. Samen met onze ambassadeur gaan wij kijken of dat Boekel inderdaad die eerste plaats vast kan houden. Het zou een mooi streven zijn, €25.000 voor de sportboevenkar met deze kleine grote sportman. Dankjewel, leuk. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. Uit ruim 80 ideeën kwamen 9 winnaars. 9 dorpen die strijden om de hoofdprijs van €25.000. De provincie zoekt het beste plan voor een sportiever en leefbaarder dorp. Dit is de Dorpen Derby 2014. Wat goed. Wat goed. Goedenavond alle mensen hier in Oosterwijk en natuurlijk ook alle mensen thuis. Bij de grote finale van de Brabantse Dorpen Derby 2014. En zie je, Brigitte, hoeveel mensen erop af zijn gekomen. En al die stralende kopjes. Ja. Ik weet zeker dat er nog een beetje spanning achter zit ook. Het is ongelooflijk en logisch dat het spannend is. We gaan in het komend uur live bekendmaken wie de Dorpen Derby van 2014 heeft gewonnen. En wie dus met die hoofdprijs van €25.000 naar huis gaat. Dan mag je best... Eerst nog even een vraag aan jou, Brigitte. Want je bent natuurlijk Mrs. Dorpen Derby, moet ik zeggen. Je bent juryvoorzitter, maar daarnaast ben je ook provinciaal bestuurder voor cultuur en samenleving. Ja. Jij weet als geen ander hoe je de Dorpen Derby zou moeten typeren, hè? Leefbaarheid is zo ontzettend belangrijk. En iedereen wil daar op zijn eigen manier een bijdrage aan leveren. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat mensen zelf hun ideeën kwijt kunnen. En ik vind het heerlijk dat wij als provincie ruimte kunnen geven om die ideeën dan ook uit te voeren. En zo brengen we eigenlijk met z'n allen heel Brabant in beweging. De leefbaarheid vergroten door in beweging te komen. Het gaat dus eigenlijk om een soort van skelter met erachteraan een ademwagen die gevuld wordt met niet alledaagse sport- en spelmaterialen. En die achter mij wordt die gemaakt. En het leuke is, Jury helpt vandaag mee. Nee, hij gaat goed. Ja? Hier in Boekel hebben we het voor elkaar. Hè? De kar is bijna af en zelfs de materialen die erin moeten zijn al voor een groot deel aangeschaft. Nee, maar we gaan er veel meer kopen. Want eigenlijk is het dadelijk zo, als het geld op is, ja, elke euro die we overhouden is eigenlijk een bal. Leerlingen, ouders, buurtverenigingen, sportverenigingen en buurtcoaches kunnen zo activiteiten en evenementen op een leuke manier aankleden. Je kunt hem straks dus gewoon huren. Hè? Dus dat je met je eigen verjaardag die kar gewoon op je oprit krijgt en dat je allerlei leuke sport- en spelattributen kan doen. Oh, mooi. Dat is tof, hè? Ja. Boekel. En daar staat hij dan, kerstvers Europees kampioen met het landenteam, Jury van Gelder. Ach, oh, Jury, gefeliciteerd natuurlijk, sowieso. Jij ging daar helemaal in op in Boekel, echt waar. Maar je werd er ook helemaal een soort van geadopteerd eigenlijk, als een soort nieuwe zoon, zo leek het wel. Ja, nee, ik heb echt genoten van hoe Boekel zich in heeft gezet. En ik moet zeggen, ik was nog niet bekend met de mensen in Boekel, maar dat hebben ze mij wel echt laten zien. Dus van binnen naar buiten, ja, ik heb echt een hoop mooie dingen gezien in Boekel. Trots. En op de carnavalskar gestaan, echt geweldig, ja. Ruud, complimenten aan jou natuurlijk op de eerste plaats. En bij de start in december hebben jullie wel meegegeven, joh, die kar die moet er wel echt gaan komen, anders krijgen we een probleem en dan wordt het niks straks, hè. Het was allemaal zo ambitieus, maar ja. Een maand geleden stond hij daar ineens. Mooier dan ooit was verwacht, denk ik. Hè? Jij moet trots zijn. Ja, wij zijn hartstikke trots. Als wij zien wat we nou in de afgelopen tijd hebben kunnen verwezenlijken. Ja, dat is super. Echt waar. Compliment aan het hele team. Echt waar. Jullie hebben elke belofte waargemaakt wat dat betreft. Echt fantastisch.
Maaike Thomas, jij mag een juryrapport geven. De jury vindt de Sportboevenkar een uniek en eenvoudig te kopiëren project. Dat in Boekel en Venhorst de gemeenschap bij elkaar brengt en veel energie losmaakt. Met dit initiatief kunnen inwoners kennis maken met allerlei vormen van sport en spel, anders dan de reguliere sporten. De jury vindt wel dat blijvend energie in het beheer en vernieuwen van materialen moet worden gestoken. We zetten Boekel op de derde plek. Okay. Ja, dan kom je alvast wat dichter bij die roze bank natuurlijk. Het begint wel in de buurt te komen. Maar wat gebeurde er op internet de afgelopen maanden? Ze hebben heel lang ontzettend goed gestaan. Jullie allemaal, dat ging echt heel erg goed. Sinds enige tijd is de stand niet meer op internet zichtbaar voor de stemmers. En daar gaat hij dus dan. Met jullie internetstemmen komen jullie op een tweede plaats. En dat betekent dus ook de roze bank voor Boekel. Het leven is mooier als jij bij me bent en voel me dan de koning te rijden. Het leven is mooier al heb ik geen cent als ik in jouw ogen kijk. Het zijn de kleine dingen die het vaak doen, hun blij gezicht, hun stralende lach. Het levensmotto van vandaag. Als je straks nou niet zou winnen, Maaike, toch een gelukkig mens? Ja, hartstikke gelukkig. We zitten hier eigenlijk al een beetje op het erepodium. En ja, we hebben kunnen bereiken wat we willen bereiken. En we hebben er veel aandacht bij gekregen door de Brabantse Dorpen Derby. Dus het kan niet meer stuk. Het geweldige is dat ik ook mensen gehoord heb de vorige keer, die bij het laatste evenement waren waar wij dan kwamen filmen. Die zeiden, dankzij de uitzendingen wisten we er eigenlijk pas van. En we hebben ons aangesloten. Dat is natuurlijk grandioos. Nou ja, zo gaat het balletje rollen en krijgt een soort vliegwiel. Steeds meer mensen doen mee en steeds meer verenigingen sluiten zich aan. Gaat hartstikke goed. We zijn er heel blij mee. Oh. We beginnen voor alle duidelijkheid met de derde plaats. De derde plaats met 22% van de stemmen is voor Son. Ik zoen jou ondertussen, Maaike. Van harte, fantastisch. Want de eerste plaats, de winnaar van de Brabantse Dorpen Derby 2014 met 52% van de stemmen is Vierlingsbeek. Ik moet je vragen om een eerste reactie, jongen. Echt waar, in de hectiek gewoon. Een korte eerste reactie. Ja! En de tranen is er al, recht wel, jongens. Het zal er nog heel laat worden, denk ik, Vierlingsbeek. En al die kroegjes die mee zitten te stellen, jongens. Fantastisch. Jullie van harte, ga door met alle goede initiatieven. Je krijgt een prachtige beker. En er hoort nog een geldprijs bij ook natuurlijk. En lieve mensen, ondertussen kan ik alvast afscheid van jullie nemen. Ik wil echt werkelijk waar al die dorpen en die grandioze inspanning, serieus hè. Ik wil het echt belonen met een dikke applaus voor jullie zelf en voor mij. Wat waren jullie geweldig. En u thuis, bedankt voor het kijken. Heel graag tot een volgende Brabantse Dorpen Derby. Hier is nog even feest, jongens. Hallo. Ja, dan is het in finale. En dan is het ontzettend spannend. Zit je bij de bovenste drie. Ruud Lange, net niet. Net niet. Nee, maar tweede mogen we er ook super blij mee zijn. Dus we zijn hier ook zeer tevreden mee en hier gaan we ook heel goed gebruik van maken. Wat betekent dit nou eigenlijk voor Boekel, Ruud? Ja, ik denk dat dit voor Boekel een hele goede impuls is om gewoon lekker allemaal te gaan sporten. Lekker aan de gang te gaan. Voor iedereen zowel wil ze dadelijk in de sportkar. Dus een heel sportend Boekel, dat gaat er komen. Het zijn eigenlijk innovatieve weken geweest, hè, want de veerwerk voor jullie als organisatie. Maar ja, dit is een mooie ontlading.
Zeker, ja. Ja, als je ziet naar al het werk wat erin is gestoken, ja, namens de werkgroep en in het bijzonder Gerben van Boksel heeft er heel veel tijd in gestoken. En daar ben ik echt heel blij. En ook alle mensen die daaromheen geholpen hebben, gestemd hebben. Dit, ja, het is echt gewoon super dat, dat dit mogelijk is. Leg eventjes uit, die boevenkar, hoe zit het nu verder? Want hij is gemaakt. Iedereen die kan er gebruik van maken in Boekel-Venhorst? Ja, iedereen die kan dadelijk de kar huren tegen een heel laag tarief, bijna niks. En er zullen allerlei materialen zullen daarin zitten die van jong tot oud, voor kinderen met en zonder beperking, scholen, verenigingen, zorgcentra, buurtverenigingen, noem maar op. Echt voor iedereen is die dadelijk te gebruiken. We gaan er gewoon voor zorgen dat Boekel weer op de kaart komt, Ruud. Dat gaan we zeker doen. Dat hebben we met dit, denk ik, al goed gedaan. Van harte gefeliciteerd. Ga gewoon genieten. Ja. Het waren spannende uren. Maar Boekel hebben er laten zien wat ze verstonden. Gastvrij en actief, hè? Precies, dat klopt. Dankjewel, maar. Eindelijk is het dan zover. Eindelijk is die finale voorbij. Rogier van Oosterhout, voor jou eigenlijk een beetje een ontlading volgens mij. Het is een gigantische ontlading. Ik was zo zenuwachtig voor vandaag alleen al. Maar daarnaast is het natuurlijk ook zo, je bent zo betrokken bij die dorpen uiteindelijk. Het zijn allemaal mooie projecten. Je leeft mee met die mooie mensen. En dan weet je dat er uiteindelijk heel veel afgevallen. Hè? En dat het er maar één echt de winnaar mag zijn. Dat raakt me ook persoonlijk. Nou heb jij de afgelopen maanden, heb je eigenlijk gecirculeerd van dorp naar dorp, 9 dorpen. Wat is bij jou eigenlijk het belangrijkste opgevallen? Van al die dorpen bij elkaar bedoel je? Nou, als je alles bij elkaar optelt, dan zie je dat de saamhorigheid enorm is bij die dorpen. Hè? Ik woon in een soort dorpstadje, Oosterhout. Het is een stad, maar het is een beetje dorpskarakter. Daar zouden we dit nooit voor elkaar krijgen. Daar is het veel te groot voor. Maar als je kijkt wat er in deze dorpen gebeurt, dat iedereen de kop bij elkaar steekt, het totaal niet erg vindt om in het belang van anderen, niet eens voor jezelf, tijd te steken zeg maar, om mensen aan elkaar te verbinden. Nou, dat vind ik ongekend en dat blijft me elke keer weer raken. Bij elk dorp waar ik kom, dan denk ik, hoe is het mogelijk dat het bestaat? Dat het bestaat gewoon. Nou hebben we 9 ambassadeurs gehad de afgelopen maanden. Die hebben zich, die mannen en vrouwen, ook zich eigenlijk volledig ingezet, hè, voor hetgeen waar elk dorp voor stond. Als je dan kijkt de ontlading vanavond hier in Oosterwijk, ja, dan is dit prachtig, hè? Ja, dat is gigantisch. Ik ben heel blij dat iedereen die ontlading ook heeft, hè. Want ja, het is veel werk. Het is de inspanning voor je eigen project. En misschien hadden die projecten wel bestaan als wij er niet waren geweest, hè. Maar de dorpendubbie is wel een accelerator. We hebben een aantal opnames staan, we hebben ook een finale. Dus je moet ineens met een deadline aan de slag. Die projecten moeten gewoon slagen. En dat levert een hoop druk op sommige mensen die er echt serieus al soms 24, 30, 40 uur per week mee bezig zijn geweest. Ja, dan wil je wel ontladen. En zeker als je uiteindelijk op de roze bank hebt gezeten natuurlijk. Over 2 jaar is er weer een dorpenderby, want het gaat om de 2 jaar. Bij ons in Boekel hebben we een prachtig Agataplein. Zou het wel zijn om jullie daaruit te nodigen? Tuurlijk, het is een van de opties. En ik mag er zelf niks over zeggen natuurlijk. Ik bedoel, ik heb er niks over te zeggen, laat ik het zo zeggen. Het zou fantastisch zijn als we een Boekel nog een keer terug kunnen komen op dat mooie plein. Daar valt zeker ook zo'n tent neer te zetten, ja. Dat is het ding dat zeker is. Maar wie weet, je weet het nooit. Ik wens jou nog heel veel succes. Laat er lekker van genieten. En iedereen uit heel Brabant kan nog eens deze prachtige momenten terugkijken bij Omroep Brabant. Dat gaat zeker gebeuren. En één ding wil ik jou wel zeggen, want ik heb je nou een paar keer zien presenteren. Je bent een van mijn allerbeste collega's. Dankjewel. En leukste ook trouwens. Rogier van Oosterhout. Jongens, we gaan naar huis toe. We gaan naar Boekel met de 2e prijs. Helaas, Vlielingsbeek was de beste. Dankzij hem, want hij reed paard. Mij niet.